mooie dag, feestje der democratie? Ja, ik vind echt heel mooi dat Nederland en dus ook Den Haag zijn stem vandaag kan laten horen. En dit jaar is het wel heel erg uniek, corona, dat je 3 dagen hebt kunnen stemmen. 2 dagen voor de mensen die kwetsbaar zijn, extra kwetsbaar zijn en risico's lopen door de corona. En vandaag kan iedereen haar of zijn stem laten horen. Ik ben heel blij dat dat ook in deze tijd kan. Ik ben een rasdemocraat. Ik vind het mooi dat het kan. Ja, dat dachten we al. Je bent ook van de VVD, een van de democratische partijen. Ook uw partner trouwens ook, hè? Dus ik neem aan dat u uw stem heeft uitgebracht op uw partner. Wat ik zeg over mijn eigen stem is dat ik heb gestemd op een vrouw. En ze stond op nummer 47. En u kent haar goed. Lijst... En ik ken haar goed, ja. Er waren wel wat opstartprobleempjes hier ook op het stadhuis. De stembiljetten werden een paar minuten te laat gebracht. Hoort dat ja, erbij? Ja, dat is ook. Ik kom hier en ik wist dat ik u ook even te woord zou staan. Is het de essentie van stemmen is dat je een stembiljet hebt. Ja, dat gaat er wel eens mis. Maar dan, weet je, dan wil ik vooral het accent leggen op dat het dan heel snel lukt. Dat onze medewerkers uit alle hoeken en gaten gewoon netjes dat weer oplossen. Geen paniek. Het is een enorme operatie waar heel veel... energie en liefde en creativiteit en aanpassingsvermogen in zit. Het kan gebeuren. Kijk, het is nogal wat, hè? Maar het is opgelost.